Voor de Internationals was het de eerste keer trainen met een nieuwe sponsor op hun borst. Zij keerden vrijdag terug op de hertgang. Op de dag dat PSV de nieuwe wedstrijdshirts presenteerde: een rood-wit thuisshirt en een donkerblauwe voor de uitwedstrijden. Shirts waar nieuwsgierig naar is uitgekeken. Hoewel directeur Toon Gerbrands het allemaal wel mee vindt vallen. Elk jaar komt een nieuw shirt, elk jaar uh, hebben mensen er een mening over. Uh, het wordt professioneel gemaakt en uh, ja, voor mij zijn het prima shirts. Er wordt elke keer gekeken naar wat, wat ook de jeugd graag wil. En jaar hadden we een uitshirt, wat het meest verkocht is ooit, bij wijze van spreken. Dus het is ook wel heel ja, En dan moet je een man van 58 niet precies vragen of het de huidige modetrend is. Uh, maar voor mij ziet het er mooi uit en de reacties uh, die zijn ook uh, prima. Toch was er best wat te doen om dat nieuwe shirt. Het is namelijk het eerste seizoen met de nieuwe hoofdsponsor Energie Direct op de borst. Het is, als je wat, wat, wat wel vergroot, een historische dag. Als je zo lang met, met, met Philips erop gespeeld hebt en er komt een nieuwe sponsor. Nou, dat merkt je ook toen we de naam bekend gingen maken. Ja, dan krijgen we allerlei eh, emoties. Mensen zeggen, ja, moet dat wel, moet Philips van het shirt af. Dat begrepen ze bij Energie direct ook uitstekend trouwens, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus die hadden wel door wat door wat er naar gaande is. Ja, dat is onze wereld waar we in zitten. Gerbrands verwacht dan ook dat er dit seizoen ongeveer net zoveel shirts verkocht zullen worden aan fans als in andere seizoenen vanaf 26 juli zijn de uit- en thuisshirts te verkrijgen voor de fans.